Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 18 mei 2016. Dit is het Britten van woensdag. Vandaag is het net als gisteren een uitzending waar een beetje beperkt de tijd voor is. Vandaar dus geen nieuwsberichten en alleen een aflevering van de serie over antennes. Terwijl ik dit inspreek is het 6:30. Even kijken hoor, als het qua tijd lukt dan is er vandaag weer morsen en dat lukt en een SSTV plaatje. En die foto die ik uitzend dat is het plastic flesseneiland waar Lodewijk het vandaag over had. De foto is relevant want er staat een grote satellietschotel op het flesseneiland. Op de website plaatste ik tot een paar dagen geleden om de paar dagen een tekst uit de eerdere serie over de historie van onze hobby. Omdat ik met de teksten nogal achterloop op de uitzendingen plaats ik sinds een paar dagen ook zoveel mogelijk een deel van de serie over antennes naast die over de historie. Ik hoop zo'n beetje in te lopen met Delcam PE9R die me daarop wees. En even kijken, bij beide series is er ook een linkje waar je de hele serie kunt bekijken. Bij ieder deel staat, van de serie staat zo'n linkje bovenaan en binnenkort staan ze ook bovenaan op de site. In deel 18 van de serie over antennes laten we de magnetische loop achter ons. We gaan nu verder in op hoe de tegenwoordige storing, meest afkomstig van slechte televisies en voedingen, ledlampen en PLC, hoe die storing kan worden tegengegaan. Een van die methodes is inmiddels met de loopantenne al beschreven. Een tweede mogelijkheid is om de antenne daar te plaatsen waar de storing minder of afwezig is. De meest luxe variant is er eentje die sinds enige tijd is toegestaan. Plaats je hele amateurstation op een storingvrije plek en bedien alles op afstand. Dat kan ook op tijdelijke basis. Wereldwijd zijn er inmiddels meerdere locaties, soms de X-locaties te huur voor een weekend of een dag. En die locaties kun je dus op afstand bedienen, je hoeft er niet naartoe. Uiteraard kun je ook de web-SDR gebruiken, eventueel ook als ontvanger bij je QSO's. Dat is mij meerdere keren aangeraden. Het leukst voor mij is echter toch als de apparatuur hier gewoon bij me staat en de verbinding niet via internet loopt. Ook dan kun je de antennes elders plaatsen natuurlijk. Ik heb dat in het begin van deze serie ook al een keer aangestipt. Je kunt de antenne ver genoeg wegplaatsen om de storing niet meer te horen. Maar soms is het ook mogelijk om de antenne voor de storing afgeschermd te plaatsen. Bijvoorbeeld door zelf een afscherming aan te leggen. Of door de antennes indien aanwezig achter een metalen object te plaatsen. Zoals ik ook al eerder vertelde, het mooiste is als de antenne voldoende weggeplaatst kan worden. En dat de grootste afstand hem in de hoogte van de antenne zit. Ik heb hier een uitschuifbare glasfibermast die tot een meter of 14 boven de nok van het dak uitgeschoven kan worden. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle storingen vanuit de woningen beneden bij mij verdwenen bij een hoogte van meer dan 7 meter boven het dak. Waar ik zelf mee wil experimenteren is om in die mast bijvoorbeeld 10 meter boven het dak een mini-wip antennetje te plaatsen. Misschien met nog wat extra afscherming daaronder. De wereldwijd vermaarde mini-wip is een uitvinding van de Nederlandse amateur Pianol RDT. Het ontvangstantennetje werkt vanaf praktisch 0 kHz over alle amateurbanden tot aan 20 of 30 MHz. En het antennetje is slechts zo groot als een balpen. Voor wie het niet gelooft hoe goed zo'n klein antennetje werkt, de WebSDR in Twente werkt op alle banden met een mini-wip. De mini-wip gaat uit van een eenvoudig en doeltreffend principe dat we al eerder hebben aangetroffen. Natuurlijk ontvangt zo'n klein antennetje niet even goed als een grote antenne. Het aardige is echter, doordat het antennetje de signalen minder goed ontvangt, ontvangt hij ook de achtergrondruis minder goed. Tot aan een bepaalde grens blijft de signaal-ruisverhouding dus echter wel even groot. Als de afstand in sterkte tussen de signalen en de ruis door het kleiner maken van het antennetje niet kleiner wordt, dan kun je dus dat geheel met een geschikte versterker weer zonder grote nadelen optillen tot een niveau van een grote antenne. En dan maakt het dus niks uit. Door het signaal eventueel nog een beetje sterker te maken, is het signaal dat zo via de coaxkabel naar beneden gaat ook nog eens sterker dan alle stoorsignalen die daar onderweg op in zouden kunnen werken. Net voor de ontvanger plaats je bij die extra grote signaalsterkte weer een verzwakker om het signaal op het normale niveau te brengen. En dan heb je het signaal in de check zonder de aanwezige storing. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.